Goedemiddag, kijkers. Een woord van welkom voor iedereen die ingeschakeld is. Blij dat u zich heeft aangemeld voor dit webinar van Glastuinbouwpact Bommelerwaard-Tielerwaard. Vanmiddag hebben we een drietal thema's wat we willen gaan behandelen. Allereerst zal Alliander een uiteenzetting geven over de voortgang van de uitbreiding van het netwerk. Congestiemanagement en het kortsluitvermogen, de ontwikkeling die op dat gebied hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden. OCAP zal een update geven van de stand van zaken rondom de CO2-voorziening voor de Bommelerwaard en Neerijnen. En tenslotte hebben we Glastuinbouw Nederland bereid gevonden om de landelijke ontwikkelingen op het gebied van energie aan ons toe te lichten. Een setting die voor u nieuw is en zeker ook voor mij en voor ons nieuw is. Maar goed, wij gaan er proberen het beste van te maken. Even een paar kleine huishoudelijke mededelingen. Tijdens de presentatie kunt u vragen stellen via de chat. En die zullen dan aan de inleiders worden doorgeleid. We hebben echter een beperkte tijd. Dus dat betekent dat als er niet aan alle vragen een antwoord op alle vragen een antwoord gegeven kan worden, dat wij die zeker na het webinar alsnog zullen beantwoorden, zodat u altijd daar een antwoord op krijgt. We hebben ook bereid gevonden de presentaties te mogen delen. Dus dat betekent dat u na deze sessie ook de beschikking krijgt over de presentatie van de verschillende inleiders. Dat gezegd hebbend wil ik nu het woord geven aan de vertegenwoordigers van Liander, Frieke Ortmans, sorry, en Michel Bijlsma. Aan jullie het woord. Dankjewel. Fijn dat wij hier ook mogen zijn. En wij nemen jullie heel graag mee in de drie onderwerpen. Allereerst zal Michel, mijn collega, iets vertellen over de netuitbreidingen. Vervolgens ga ik iets vertellen over congestiemanagement in Neerijnen en neem ik u mee in de situatie op onderstation Zaltbommel. Eerst het woord aan Michel. Ja, dankjewel. Ik wil jullie kort meenemen naar de stand van zaken van de uitbreidingswerkzaamheden die we in de Bommelerwaard aan het uitvoeren zijn. Even terug, een paar jaar terug. We hebben in 2019 relatief intensief met elkaar samengewerkt in een aantal bijeenkomst die we ook hebben gehad. En de aanleiding daartoe was begin 2019 de ontwikkelingen rond vermogensvraag en de capaciteit. We hebben toen een heel mooi initiatief samen gevormd met de partijen die jullie in beeld zien om jullie sector te bezoeken, onder leiding van Delphi, om daarbij de ontwikkelingen in beeld te brengen voor 5, 10 en 20 jaar vooruit. En daarbij een mate van zekerheid vast te stellen, wat voor ons dan weer zeg maar een reden is of een inzicht geeft in hoe wij ons netwerk moeten uitbreiden en wat er nodig is. Nou, in september 2019 hebben we deze periode afgesloten met een goede inhoudelijke analyse. Dat was in de Rabobank in Zaltbommel, weet ik nog. We hebben daar een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen, naar de netuitbreidingen die we in beeld hebben. En we hebben benoemd dat de samenwerking prettig was en dat we regelmatig met elkaar zouden blijven praten om over te brengen hoe de ontwikkelingen gaan, hoe de stand van zaken is. Nou, daarvoor heb ik één slide meegenomen. Dat is deze. Dit toont de netuitbreidingen zoals we die gepland hebben tussen twee jaar geleden begonnen en nog steeds doorlopend. Dit is exact dezelfde plaat als ik in de afsluiting in 2019 heb laten zien, waarin je ziet welke stations wij op welke manier gaan uitbreiden in de loop van de komende tijd, de komende jaren. En goed daarbij te vermelden is dat we op schema liggen. Dus kijk je naar het schema, dan zie je dat bijvoorbeeld Poederooi bovenaan zijn de werkzaamheden beëindigd. Dus het voedingspunt is er, de kabels liggen er vanaf Zuilichem. Het extra vermogen van 20 MVA is er nog niet en dat heeft te maken met de kern van het hele verhaal. En dat is station Zuilichem in combinatie met station Zaltbommel. Ook als het gaat om bestemmingsplannen en om ruimte gaat het goed, want we lopen op schema. We gaan vergunningstrajecten in.
En we hebben gronden verworven waardoor we deze planning die we hier hebben uitgetekend gaan halen. En we hopen jullie over een half jaar of een jaar weer bij te praten en dan weer nieuwe successen te kunnen melden over de manier waarop dit voortgaat. Ja, een jaar geleden toen we bij de Rabobank zaten, kan ik me nog goed herinneren dat er een aantal tuinders ook naar me toe zijn gekomen. En ook hebben aangegeven niet het gewenste vermogen te kunnen krijgen waar ze op dat moment behoefte aan hadden. En je hebt toen ook aangegeven dat wij aan de slag gaan met congestiemanagement. En Neerijnen heeft daarin de primeur te pakken. Neerijnen is het eerste voedingsgebied in Liander wat congestiemanagement heeft. En dat betekent dat wij kijken hoeveel vermogen is er morgen in het gebied nodig. Hoeveel stroom gaan klanten afnemen. En op dat moment als wij zien dat er er meer afname is dan dat het station aan kan. Dus dat de capaciteit van het station dreigt overschreden te worden, dan zetten wij congestiemanagement in. En op dat moment vragen we klanten om tegen een vergoeding minder stroom van het net af te nemen of juist meer stroom aan het net te leveren. Zodat wij de grens van het bedrijfszekere stationsvermogen niet overschrijden. Dus dat we meer klanten op dat moment kunnen helpen. Nou, en het goede nieuws is dat we inmiddels ook behoorlijk wat klanten hebben kunnen helpen met de toepassing van congestiemanagement. En dat meer klanten inmiddels het gewenste vermogen hebben. Nou, wij zijn natuurlijk altijd nog op zoek naar meer flexibel vermogen in het gebied, zodat we nog meer klanten kunnen helpen. Tot de definitieve uitbreidingen gereed zijn is dat nodig, tot 2023. Dus als er nog flexibel vermogen bij u aanwezig is, zou ik ook willen vragen, meld u bij ons. We hebben ook een platform, GoPax, waarop je je aan kunt melden. Zodat we nog meer klanten kunnen voorzien in hun gewenste vermogensvraag. Ook hebben we op dit moment een uitdaging. We zien dat we tegen de grenzen van het kortsluitvermogen op onderstation Zaltbommel aanlopen, op de 10 kV. En dat betekent dat wij de komende periode, tot de werkzaamheden zijn uitgebreid, geen extra opwek op het station kunnen toelaten. En ik ga in een korte vlog, hebben we opgenomen, neem ik u mee in de situatie op het station. We zijn hier nu op elektriciteitsverdeelstation Zaltbommel. Een station dat het gebied de Bommelerwaard, Neerijnen en de Epe voedt. Een gebied wat de afgelopen jaren volop in ontwikkeling is. We zien hier veel initiatieven rondom duurzame opwek, zon, wind en ook zien we het opgestelde WKK-vermogen bij de tuinders toenemen. Al deze ontwikkelingen hebben impact op dit station. We lopen tegen de grenzen van het kortsluitvermogen aan en we nemen maatregelen om problemen in de toekomst te voorkomen. Pim, kun je mij uitleggen wat de kortsluitvermogen eigenlijk is? Kortsluitvermogen is de drijvende kracht van opwekkers zoals WKK's, windturbines en zonnepanelen om energie terug te kunnen voeden op het netwerk. Rob, kun je mij vertellen wat ik hier zie en hoe we het probleem van het kortsluitvermogen op dit station gaan oplossen? We staan hier bij de 10 kV-rail van onderstation Zaltbommel. Kortsluitvermogen te beperken gaan we Neerijnen en de Epe overzetten tot 20 kV. Dat verhoogt de capaciteit in het gebied en het beperkt het kortsluitvermogen op deze installatie. Nu we de grenzen van het kortsluitvermogen bereikt hebben, lopen we nu eigenlijk een verhoogd risico? Nee, we lopen geen verhoogd risico. Alle maatregelen die we nemen, zoals het uitbreiden van onderstation Zaltbommel en het niet meer toelaten van nieuwe opwekkers op het netwerk, zijn allemaal erop geënt om te voorkomen dat we grenzen overschrijden. Ik ben hier in de kas bij Lynn Flowers, Zuilichem, Chrysantenkweker. En ik ga in gesprek met Rogus van Tuil over de impact van de maatregelen op de tuinders en de ontwikkelingen in dit gebied. We hebben begrepen van Liander dat er in Zaltbommel op het onderstation
een overschrijding van het kortsluitvermogen krijgen. Dat houdt in dat we tot die tijd dat de problemen niet opgelost zijn, er geen nieuwe opwekmachines aan het net geplaatst kunnen worden. Dus stel je voor dat ik mijn licht uit wil breiden en daarvoor extra stroom nodig heb en een WKK wil plaatsen. Dan kan ik wel die WKK plaatsen, maar ik kan hem dus niet aan het net koppelen. Nou, we zijn al heel blij met de communicatie die Liander steeds geeft. Dat zijn we ook al gewend de laatste jaren. We waren ook heel blij dat we daar over geïnformeerd zijn. En het is heel goed als Liander ook informatie geeft over de voortgang van de verbetering. Ik hoop u met deze vlog een beter beeld te hebben gegeven van de situatie op onderstation Zaltbommel. We doen er alles aan om in 2023 de werkzaamheden uitgevoerd te hebben. Dat dan het probleem van het kortsluitvermogen is opgelost en we meer capaciteit beschikbaar hebben in het gebied. Heeft u plannen of heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op. En naast Michel en ikzelf, die natuurlijk altijd openstaan voor vragen, kunnen jullie ook contact opnemen met Ruud en met Rob, onze collega's, voor als er aanvullende vragen zijn. En wat ik zou willen vragen, heeft u plannen de komende jaren? Meld dat bij ons, wij gaan graag met u in gesprek. We zijn volop bezig om de werkzaamheden op tijd uit te voeren. En tot die tijd kijken we graag samen met u naar wat er mogelijk is. Dankjewel, Frieke en Michel. We hadden de kijkers de gelegenheid geboden om vragen te stellen. Ik moet alleen constateren dat ik er op dit moment geen zijn binnengekomen. Dus misschien mag ik daar ook de conclusie uit trekken dat jullie heel helder zijn geweest. Ik denk ook dat het een punt van waarde is geweest dat we een aantal jaren geleden samen als sector, samen met Liander, de handschoen op hebben gepakt om de knelpunten in kaart te brengen en de ontwikkelingsrichting van de tuinbouw aan te geven. Dat die handschoen is opgepakt en dat kunnen we zien aan alle activiteiten die er op dit moment plaatsvinden. Hartelijk dank voor jullie inbreng. En er werd al aangegeven dat we over een half jaar, dacht ik dat je zei, Michel, maar dat we TZT weer eens een keer een afspraak maken om op te lijnen. Hopelijk in een live setting, in real life, zodat we, yeah, dat we iedereen goed aan kunnen kijken en ook de vragen wel weten te ontlokken als ze ze niet stellen via de chat. Zo is het. Gaan we zeker. Dankjewel. Dank u. Dank u wel. Dan wil ik graag overgaan naar de tweede presentatie. Die presentatie zal gegeven worden door Jacob Limbeek van OCAP. Hij neemt ons mee in de stand van zaken met betrekking tot de voorziening van de CO2 in de Bommelerwaard en de gemeente Neerijnen. Jacob, aan jou het woord. Ja, dank je Peter en dank voor deze mogelijkheid om even een update te kunnen geven op waar we staan met de CO2-voorziening. Eerlijk gezegd, eigenlijk hadden we de CO2 al willen leveren op dit moment. Maar zoals iedereen weet is dat op dit moment nog niet zo. En ik wil graag uitleggen waar dat toe komt. Wat er is gebeurd en waar we nu staan en welke mogelijkheden we zien om dit verder te brengen. Waar ik dan graag mee wil beginnen is wat is ook alweer het plan. Plaatje wat ik nu laat zien, dat geeft ons CO2-netwerk weer met een aantal uitbreidingsplannen die we hebben. De basis is de CO2-levering in het Westland en het Oostland met CO2 van Shell en van Alco, onze twee bronnen op dit moment. Shell fossiele CO2, Alco bio-CO2 die we leveren aan de glastuinbouw gekoppeld aan het grote net. Omdat we zien dat daar meer behoefte is aan CO2 in andere tuinbouwgebieden, hebben we het plan ontwikkeld, zoals voor de Bommelerwaard, om CO2 vloeibaar te gaan maken met een vloeistofmaker in Amsterdam. En van daaruit de CO2 te distribueren naar wat we noemen mini-netwerken, mini-grids, waar CO2 weer verdampt wordt op een centrale plek en uiteindelijk gasvormig geleverd wordt aan de kwekers.
Twee jaar geleden hebben we daarvoor voor het laatst bij elkaar gezeten. Toen waren wij zover dat onze plannen eigenlijk gereed waren om besloten te worden. En het idee was om met CO2, die nu nog extra aanwezig is bij Shell, vloeibare CO2 te gaan produceren en dat te gaan leveren aan de mini-netwerken. Met op termijn CO2-afvangst die we in de planning hebben bij de afvalenergiebedrijven, om dat stokje over te nemen voor levering aan de glastuinbouw. Begin 2019 stonden wij klaar. Waar het echter op dat moment op gestokt is, is de onzekerheid op de blijvende beschikbaarheid van CO2 van Shell voor de glastuinbouw. Op dat moment was het klimaatakkoord was in de maak. Uiteindelijk is dat in de zomer van 2019 is dat definitief gemaakt. En daarin werd voorgesorteerd door de overheid op een extra belasting op CO2-uitstoot voor fossiele CO2, zoals bij Shell. Shell moet al emissierechten verwerven, Europese emissierechten voor de uitstoot van CO2. Maar daarbovenop zou een CO2-heffing komen en dat totaal zou de druk moeten geven voor fossiele emitters om hun CO2-uitstoot te reduceren. CO2-uitstootreductie kan helaas niet volgens de regelgeving met hergebruik van CO2, hoe vreemd dat misschien ook klinkt en hoeveel milieueffect dat ook bereikt door het vermijden van aardgasinzet in de tuinbouw bijvoorbeeld. Onder de Europese regels wordt het niet gewaardeerd als een CO2-emissiereductie voor de bron. Dus voor CO2 die Shell aan de tuinbouw via ons levert, moeten zij nog steeds emissierechten inleveren en moeten ze potentieel CO2-heffing gaan betalen. CCS, permanente opslag van CO2, leidt wel tot een emissiereductie. Dus ja, dat is eigenlijk de logische route voor fossiele CO2-bedrijven geworden om hun CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Ook nog eens geholpen door een SDE++-subsidie die de overheid daarvoor beschikbaar stelt. Shell, natuurlijk zagen wij dat als een probleem, samen met Glastuinbouw Nederland. Maar ook Shell zag dat wel als een probleem, want eigenlijk kan het natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je met subsidie CO2 gaat opslaan op zee en vervolgens kwekers die weer aardgas moeten gaan stoken om hun eigen CO2 te maken. Dat is water naar de zee dragen, zullen we maar zeggen. We hebben de handen ineengeslagen en zijn gaan lobbyen richting de overheid om daar een oplossing voor te vinden. En de oplossing waar we in het voorjaar van 2019 voor gepleit hebben, is dat de tuinbouw bereid zou zijn, en dat was echt een hele grote stap die de tuinbouw bereid was om te nemen, om de uitstootverantwoording van de CO2 over te nemen van Shell, zodat het voor Shell niet uit zou maken of de CO2 naar de tuinbouw zou gaan of opgeslagen zou worden met CCS. Dat zou de oplossing zijn om de CO2 ook langjarig beschikbaar te houden voor de tuinbouw. En maakte dat wij de investeringen zouden kunnen doorzetten in de vloeistofmaker en het netwerk. Helaas heeft de overheid in diezelfde zomer van 2019 ons laten weten dat dat een oplossingsrichting is die zij niet zien zitten. En dat maar moesten proberen om er op een andere manier onderling uit te komen. Nou, omdat dit problemen zijn of uitdagingen zijn die ontstaan door het klimaatbeleid, door het overheidsbeleid, hebben we gezegd van ja, dat kunnen wij als marktpartijen niet alleen oplossen. Daar moet gewoon de overheid een rol in spelen. En we zijn van daaruit verder gaan lobbyen. En dat heeft ertoe geleid dat via een aantal Kamerleden een Kamermotie is aangenomen in de herfst van 2019, waarin de regering werd opgeroepen om iets te doen aan het zekerstellen van de CO2-voorziening voor de glastuinbouw. Bestaande levering zoals we het nu al hebben met OCAP, maar ook dat die CO2-voorziening verder kan groeien om de verduurzaming van de tuinbouw te ondersteunen. De regering was toen weer aan zet. Dat liet nogal op zich wachten, waardoor wij in het voorjaar van 2020 alsnog een brandbrief hebben gestuurd naar de overheid. En gezegd van ja, we moeten nu een oplossing hebben. CCS-project in Rotterdam, Portos, stond in de stijgers. En het moest duidelijk worden hoe die levering aan de tuinbouw zekergesteld kon worden. Nou, onder druk van de motie en van onze brief en ook van andere lobbyactiviteiten van de verschillende stakeholders is er uiteindelijk een brief over de CO2-voorziening vanuit de ministeries naar de Kamer gegaan in de zomer van 2020. Met voor ons twee hele belangrijke uitgangspunten. Eén is dat er een oplossing nagestreefd wordt voor de bestaande levering van de CO2 zoals we die nu hebben in het Westland en het Oostland.
En een andere is dat er subsidiemogelijkheden komen, niet alleen voor CCS, maar ook voor extra afvang en levering aan de glastuinbouw. Het zekerstellen van de bestaande levering omvat dat Shell CO2 in de zomer geleverd kan blijven worden aan de glastuinbouw door in de winter, als de vraag naar CO2 in de tuinbouw laag is, CO2 van Alco, die daar helemaal buiten valt, want dat is bio-CO2, buiten emissierechten, buiten CO2-heffing, om die op te gaan slaan op zee, zodat op jaarbasis administratief gezien alle CO2 van Shell opgeslagen kan worden en op jaarbasis administratief gezien alle CO2 van Alco geleverd kan worden aan de glastuinbouw. Nou, daarmee is in ieder geval een oplossing gevonden om de bestaande levering zeker te stellen in het geweld van het klimaatbeleid, in het geweld van CCS. Met SDE++, en we hebben 2 weken geleden gehoord dat er ook echt aan zit te komen voor afvang en levering aan de glastuinbouw, is er ook zicht op het verder ontwikkelen van nieuwe bronnen voor CO2, bio-CO2, hè, want fossiele CO2 zal zijn weg gaan vinden naar CCS, hoe paradoxaal dat misschien ook is, voor bio-CO2. Maar dat zijn allemaal trajecten die nog wel even tijd nodig hebben. Wat nog mist is dat we al graag aan de slag hadden willen gaan met de CO2 die er nu al is bij Shell. Om al versneld nu al CO2 te kunnen gaan leveren aan de verschillende tuinbouwgebieden zoals de Bommelerwaard. En dat is helaas een nog steeds ontbrekend stukje van de puzzel. In onze brief vorig jaar hebben we gezegd van nou, een andere oplossing zou kunnen zijn om aanvullend subsidie beschikbaar te stellen voor zo'n tussentijdse oplossing. Dat is iets waar LNV nog wel naar aan het kijken is, maar waar nog steeds geen eensluidend antwoord op is of dat ook mogelijk is. En dat betekent dat we op dit moment zien dat er een heel sterke momentum is voor CCS. Dat zagen we de afgelopen jaren al ontstaan. We zien dat ook nu terug in de verkiezingsprogramma van eigenlijk alle partijen waar we voor gaan stemmen. Iedereen ziet CCS als een onoverkomelijke maatregel om onze CO2-emissiereductiedoelen te realiseren in 2030. Betekent dat het extra belangrijk is dat we aan de lat blijven staan om CO2 voor hergebruik daarnaast ook de ruimte te geven om de tuinbouw te kunnen helpen met hun verduurzaming. Nou, zoals ik al aangaf, gelukkig hebben we een oplossing voor de bestaande levering. Althans, die wordt nu uitgewerkt. Er lijkt ook zicht op SDE++ voor aanvullende bronnen. Maar dat zicht op de korte termijn oplossing om al versneld richting Bommelerwaard te kunnen gaan, die zien we helaas nog niet. Wellicht dat nog komt. En anderszins gaan wij onze pijlen richten op nieuwe bronnen van CO2 beschikbaar maken voor de tuinbouw. En van daaruit de levering aan de verschillende tuinbouwgebieden, waaronder de Bommelerwaard, Tuil en Est, om die mogelijk te kunnen gaan maken. En dat is onze focus in dit voorjaar. We moeten nu even kijken hoe het stof neerdaalt over de SDE++, over de implementatie van de CO2-toedeling waar ik het net over had. En van daaruit onze plannen gaan formaliseren en gaan vormgeven om hopelijk in het najaar SDE++ aan te kunnen gaan vragen voor investeren in afvang bij nieuwe bronnen en van daaruit de levering uit te kunnen gaan breiden naar de nieuwe gebieden. Dat is waar we nu staan. Nogmaals, ik had gehoopt dat we nu al CO2 zouden kunnen leveren. Ik vind het eerlijk gezegd ook een gemiste kans vanuit de overheid en vanuit het klimaatbeleid dat nog niet zover is. Want we hadden al met elkaar een heleboel aardgasinzet voor CO2 kunnen vermijden. Maar dit is hoe het nu loopt en dit is waar we staan. En samen met onze partners, waaronder Glastuinbouw Nederland, blijven we aan de lat staan om ervoor te zorgen dat we de CO2-voorziening een stap verder kunnen brengen. Dat was mijn verhaal. Mochten er vragen over zijn, dan kunnen die nu gesteld worden. Misschien zijn ze al gesteld, weet ik niet. En anders kan dat altijd via OCAP. Dank je wel, Jacob, voor deze heldere uiteenzetting. Helaas heb je geen beter nieuws voor onze tuinders. Daar is inderdaad wel een vraag voor je binnengekomen. De teelers in de Bommelerwaard en in Rijnen die hebben voor de aansluiting op het CO2-netwerk wat voorzien was EAG-subsidie aangevraagd. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor deze subsidie, voor deze aanvraag?
Ja, binnen die is een hele terechte vraag en een goede vraag ook. Want dat is ook iets wat we de komende maanden moeten gaan uitzoeken met de overheid, met RVO. De termijn voor die subsidies die verlopen ergens rondom de zomer. Hangt een beetje vanaf wanneer die is ingediend voor de verschillende kwekers. En we zullen met RVO moeten kijken of we daar een verlenging op kunnen krijgen. Of, en dat is worst case, ik hoop niet dat dat nodig is, dat die subsidie weer terug moet en dat we opnieuw subsidie moeten gaan aanvragen op basis van de nieuwe plannen. Ik heb goede hoop dat we met RVO verlenging kunnen krijgen. Dat is in ieder geval iets wat de komende tijd helder moet gaan worden. Jullie zijn er al mee bezig? Ja. Dus wij kunnen in de komende weken, 6 maanden, een reactie verwachten hoe te handelen met betrekking tot deze EAG-subsidie. Ja, zeker. Oké, dankjewel. Geen verdere vragen die op dit moment gesteld zijn. Dus Jacob, hartelijk dank. Oké, graag gedaan. Ik wil graag vervolgens het woord geven aan Alexander Vormsma, medewerker van Glastuinbouw Nederland, die ons door allerlei beleidsontwikkelingen op het gebied van energie gaat leiden. Alexander, aan jou het woord. Ja, dankjewel Peter. Mijn naam is Alexander Vormsma. Ik ben sinds 1 september beleidsspecialist energie en klimaat bij Glastuinbouw Nederland. En ik wil de vraag een en ander toelichten over de ODE en de compensatieregeling, de huidige convenanten waaronder het CO2-sectorsysteem en het nieuwe convenant 2021-2030 waar we dit jaar mee bezig zijn. De ODE is nog steeds niet opgelost, zoals iedereen wel gemerkt heeft. Het is ook iets wat we op de korte termijn niet zien gebeuren, dat opgelost gaat worden. Met een demissionair kabinet en verkiezingen die morgen plaatsvinden, is hier niemand politiek gezien die hier zijn vingers aan gaat branden. Er is destijds wel een jaar geleden de compensatieregeling toegezegd van 2x25 miljoen voor de jaren 21 en 22 voor 4 sectoren. De glastuinbouw alleen al heeft meer dan 30 miljoen euro schade per jaar van de ODE. Dus het is in basis sowieso te weinig. En een compensatieregeling is subsidie en dat moet voldoen aan de staatssteunregels van Brussel. En dat maakt het ook nogal lastig om dat geld naar de sector te krijgen en om dat passend te krijgen, want daar moet dus een tegenprestatie tegenover staan. En dat is gewoon heel erg ingewikkeld. Dus het is een pleister die sowieso te klein is en mogelijk voor veel bedrijven zal die pleister ook nooit passen op de wond. Dus wij kijken echt naar het nieuwe kabinet. Het is in ieder geval echt goed onder de aandacht. Partijen weten dat dit speelt. Niemand kan het uitleggen. Laten we dat dan maar even als positief beschouwen. Dus dat is iets wat in de loop van de tijd helder moet worden. Wij blijven in ieder geval inzet hierop plegen en iedereen hierin meenemen. De huidige convenanten. De afgelopen 10 jaar heeft de sector 2 convenanten gehad op het gebied van energie. Het convenant CO2-emissieruimte, dat is eigenlijk het CO2-sectorsysteem. En de meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw. En daaronder valt Casus Energiebron en alle kennisontwikkeling en deling. Die convenanten zijn eind 2020 afgelopen. En vandaar dat we ook nu bezig zijn met een nieuw convenant. Maar even over het CO2-sectorsysteem. Dat is een systeem wat bij iedereen weer onder de aandacht is gekomen vorig jaar oktober, eind oktober. Toen er een factuur op de mat kwam voor de vereffening 2017. Ik wil eerst even terug naar waarom dit CO2-sectorsysteem er is. Want dat komt namelijk voort uit de energiebelasting die rond het jaar 2000 werd ingevoerd. Dat viel dusdanig nadelig uit voor de glastuinbouwsector dat de glastuinbouw daar een uitzondering op kreeg, een verlaagde energiebelasting. Dat is iets wat Europa ook moet accorderen, want het is een soort van staatssteun en dat kan niet zomaar, dus dat moet worden goedgekeurd. En rond het jaar 2011 moest het opnieuw worden geaccordeerd en toen zei Europa, er moet wel echt een tegenprestatie tegenover komen, want anders is het gewoon pure staatssteun. En die tegenprestatie is dus het CO2-sectorsysteem. En dat houdt in een jaarlijks CO2-plafond waar de sector aan moet voldoen. En zolang je eronder blijft, is er niks aan de hand. En zodra je daarboven komt met z'n allen, dan komt er een verrekening. En dat was in 2017 dus voor het eerst het geval. Het voordeel is nog steeds 120 miljoen euro per jaar korting, verlaagde energiebelasting op ketelgas. Dat is een substantieel bedrag, wat we al vele jaren mogen genieten als sector zijnde. Dan is een rekening van 6,5 miljoen als sector zijnde niet leuk. Maar er staan dusdanig veel zaken ook tegenover dat het een hoop waard is voor de sector. Die 6,5 miljoen is ongeveer 0,2 eurocent per kuub gas. Dus jullie hebben allemaal voor elke kuub gas dat je in 2017 gebruikt hebt een factuur gehad van 0,2 eurocent. De vraag die ik direct krijg van iedereen is wat betekent dat voor 18, 19 en 20?
Er zijn bij het opstellen van het convenant twee zaken afgesproken. Op basis van WKK netlevering en areaal kan dat plafond worden aangepast. Want dat zijn twee factoren waar de sector geen invloed op heeft, dus ook niet op mag worden afgerekend. En dat is vanaf de jaren 2018 tot en met 2020, want dat is het einde van het convenant, is dat ook daadwerkelijk het geval. WKK netlevering en areaal zijn beide dusdanig toegenomen dat de huidige plafonds onhaalbaar zijn. En daarom zitten wij volgende maand met de convenantspartners om tafel om hierover een besluit te nemen van wat doen wij met dat plafond van 2018, 19 en 20. Voor 19 en 20 hebben wij goede hoop dat dat wordt aangepast naar een realistische lijn. Alleen 2018 is wel een stukje lastiger, want dat plafond is al gepubliceerd in de Staatscourant. En dan moet je, ja, we zitten in een politiek waarin het qua klimaat sneller, beter geregeld moet worden. En dan moet je gaan uitleggen dat je met terugwerkende kracht een plafond omhoog wil gaan bijstellen, waarvan je al weet dat die overschreden is. Dan kan je alsnog gelijk hebben binnen een sectorsysteem en goede afspraken hebben gemaakt, maar dat maakt het niet makkelijker. We gaan er volle bak voor om dit voor elkaar te krijgen. Dus ook voor 2018. Het wordt alleen wel een stukje ingewikkelder. Het probleem is ook van, het wordt berekend op basis van de CO2-handelsprijs van dat jaar. Nou, die was in 2017 €7,28. En in 2018 is die al drie keer zo hoog. Dus elke overschrijding die we hebben in 2018 zal al drie keer zo hard worden aangeslagen als het jaar daarvoor. En ja, we gaan als Vaste van Nederland wel proberen om dat zo goed mogelijk en zo terecht mogelijk uiteindelijk op te lossen. Dan even, want deze convenanten zijn dus afgelopen eind vorig jaar. Dat betekent dat we dit jaar met de convenantspartners opnieuw bezig gaan met een nieuw convenant voor de komende 10 jaar. Hoe gaat de energietransitie eruit zien de komende 10 jaar en welke afspraken maken wij met elkaar? Eigenlijk is dat gewoon het pad van de energietransitie voor de komende 10 jaar. De convenantspartners zijn Glastenbouw Nederland en de overheid, LNV, EZK en het ministerie van Financiën. En bij dit convenant zit een nieuwe partner, Greenports Nederland. En bij deze 5 partijen moeten wij er dus uitzien te komen dit jaar hoe dat convenant eruit moet zien en wat er allemaal bij komt kijken. We vinden het vanuit Glastenbouw Nederland ontzettend belangrijk dat we dit samen met onze achterban doen. Dat is niet mogelijk met iedereen uiteraard, maar daarom hebben we het volgende bedacht. We hebben een achterbanraadpleging samengesteld van alle actieve leden in energieondernemersgroepen, dus ook in die van OCAP, van de regiobesturen, van de actieve energiecoöperaties. Nou, dat is een groep van 80 à 100 mensen. En die willen wij het komende jaar gedurende dat proces een aantal zaken terugleggen van zijn we het hiermee eens, kunnen we hiermee verder of zou het anders moeten? En dat geldt weer als advies voor het bestuur uiteindelijk. Daarnaast werken we met een expertgroep. Dat zijn een ondernemer of 20 uit alle hoeken van de sector. Dus belicht, onbelicht, sierteelt, groente, bedrijven in de cluster of solitair. Bedrijf met restwarmte en ook energie-extensieve teelten. Alles is daarin vertegenwoordigd. Daarnaast ook nog 5 externe kennispartijen. Adviesbureaus of Wageningen bijvoorbeeld, waar we gewoon veel mee samenwerken. Die veel weten over de sector. En met die club proberen wij echt de inhoud namens Glastenbouw Nederland te maken van het convenant. En op deze manier hopen wij dus voldoende borging te hebben richting de achterban, zodat we dit echt gezamenlijk kunnen oppakken. Want er wordt nogal wat bepaald in dat convenant. Nou, het belangrijkste is natuurlijk weer het CO2-doel. De ambitie en de randvoorwaarden. Hoe gaat dat eruit zien? Welk CO2-doel is haalbaar in 2030? Daarnaast was destijds bij het vorige convenant ook al de behoefte om er een individuele prikkel in te verwerken. Want ja, we hebben nu ook wel redelijk vaak het commentaar gehad van ik ben goed bezig, ik ben energie aan het bezuinigen en ik krijg alsnog een rekening. Terwijl mijn buurman die WK aan heeft staan. En nou goed, dat geeft nog wel eens scheve gezichten. Dus er is behoefte aan een individuele prikkel. Dat is bij het vorige convenant niet gelukt, want dat plan, hoe dat eruit zou moeten zien, is ook weer gesneuveld op staatssteun. Daar heb je hem weer. Brussel is vaak ook een lastige in dit soort verhalen. Destijds is het gesneuveld, maar we willen dit bij het nieuwe convenant opnieuw bekijken van hoe zouden we dit toch voor elkaar kunnen krijgen. Want we merken gewoon vanuit de sector, vanuit de overheid, dat daar behoefte aan is. Relatie met het fiscaal regime. Nou, de energiebelasting en de ODE, die gaan we niet oplossen in dit convenant. Want het zijn dusdanig brede belastingen die niet alleen gelden voor de glastuinbouw, dat je dat niet oplost met de convenant, maar we moeten er wel rekening mee houden. Dus het zijn verschillende scenario's. En dat heeft weer betrekking tot dat CO2-doel. Welk doel is haalbaar met ODE en welk doel kunnen wij behalen mocht de ODE worden opgelost? En wanneer dan? En dus alles komt uiteindelijk samen in dat CO2-doel en die individuele prikkel.
Ja, en dat gaat nogal een hoop betekenen. De gebiedsaanpak die is al 4 jaar intensief bezig. Die willen we voortzetten. Daar worden plannen over gemaakt. Ontwikkelambities voor kennis, onderzoek, kennisuitwikkeling, kennisuitwisseling. Afspraak over de CO2-voorziening, restwarmte, geothermie. Nou goed, Jacob vertelde ook al dat er nog een hoop nodig is om het net in ieder geval uit te kunnen breiden qua externe CO2. Dat zijn zaken die ook terugkomen in dit convenant. Want het is toch een plek waar alle partijen ook vanuit de overheid aanwezig zijn die hierover bepalen. Hoe gaan we die CO2-emissie monitoren? Wat zijn de stimuleringskaders? Welke subsidies hebben we nodig? Dus eigenlijk alles komt in dit convenant dit jaar terug. Wat nog spannend is, is, nou, ik heb het net al gezegd, morgen zijn de verkiezingen. Dat betekent dat er een nieuw kabinet komt. Elke 4 jaar weer een nieuwe wind. Wat gaat er in die plannen staan en wat betekent dat voor de ambities die de sector heeft? Of wat haalbaar is of wat niet? Komt er iets in over CO2? Komt er iets in over de ODE dat daar een oplossing voor komt? Dit zijn gewoon onzekerheden waar we mee te maken hebben dit jaar. En daar proberen we met verschillende scenario's zo goed mogelijk op in te spelen. Ja, en daarnaast, er gebeurt gewoon van alles nu. We weten, er staan veel prikkels verkeerd. De meeste zijn al genoemd. Ik heb hier een hele lange lijst op de slide, wat niet heel interessant is om allemaal af te lezen. Maar ik wil even melden, er speelt gewoon ontzettend veel. Er zijn allerlei evaluatietrajecten bezig. Allerlei partijen zijn aan het rekenen voor de prognoses van de sector. Hoe zou het eruit kunnen komen zien richting 2030... En dat zoveel partijen bezig zijn met naar onze sector kijken, kan maar één ding betekenen, is dat er de komende jaren een hoop gaat veranderen, fiscaal gezien. Aan de ene kant goed, want de prikkels staan ook gewoon verkeerd, maar het is wel spannend van hoe gaat dit nou uitpakken en ja, hoe gaat dat uiteindelijk allemaal verrekend worden met de belastingen of komt er een CO2-beprijzing de komende 10 jaar? Wat doet het EU-ETS? Wordt het uitgebreid juist of wordt dat kleiner? Ja, we zitten er als Vlassen van Nederland in ieder geval bovenop. We zijn bij al deze trajecten betrokken namens jullie. En we doen daar ons best om het zo goed mogelijk en zo realistisch mogelijk te krijgen voor de glastuinbouw. Alleen we weten op dit moment niet hoe dit allemaal gaat uitspelen. Dus denk ook goed na over je eigen situatie. Ga gewoon rekenen. Pak een keer die EU-ETS CO2-prijs en probeer eens uit te rekenen, wat zou dat nou betekenen als ik dit moet gaan betalen voor mijn uitstoot de komende jaren? En wat voor effect heeft dat op de keuzes die je gaat maken? Ja, ga niet stilzitten, begin gewoon met rekenen en denk voor je eigen bedrijf. Wat zouden de scenario's kunnen zijn? Ook al kan ik u helaas maar heel weinig knoppen geven om aan te draaien momenteel in die berekeningen. Maar ja, dat wilde ik meedelen. Dat zijn de vragen. Zijn er vragen binnengekomen? Ja, er zijn vragen binnengekomen, Alexander. Dus maak je borst maar nat, zou ik zeggen. Nee, alle gekheid op een stokje. Heel concreet wordt er de vraag gesteld van, wordt bij de CO2-afrekening, nota, de teruggeleverde stroom van het totale gasverbruik afgetrokken? Nee. De WKK-netlevering, dus de stroom aan het net, wordt bijgeteld. Dus het gas wat daarvoor wordt gebruikt, wordt op één hoop gegooid met de totale gasverbruik van de sector, dus de CO2-emissie. Dus daar niet, maar wat ik eerder ook al zei, dat plafond wordt wel gestoeld, daar wordt rekening mee gehouden met die WKK-netlevering. Dat is ook de reden dat we nu in dat traject zitten van die technische correctie van 18, 19 en 20. WKK-netlevering is toegenomen, dan moeten we dat plafond daar ook weer op gaan aanpassen. Dus het wordt meegerekend met de uitstoot van de sector, maar het plafond wordt daarop gestoeld. Dank u wel. Tweede vraag is, die binnenkomen is, hoe realistisch is nog de ambitie om een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 te hebben? Als alle randvoorwaarden die wij altijd al noemen bij die ambitie worden ingewilligd en als het allemaal wordt opgelost, is dat realistisch. Maar dat die randvoorwaarden allemaal worden opgelost, dat is minder realistisch hoe we er nu naar kijken. En we verliezen een hoop tijd op deze wijze. Er zit gewoon vertraging in nu. Ja, de CO2-emissie is stil komen te staan. Het gaat momenteel niet meer omlaag. Het kan zelfs een klein beetje toenemen. De effecten van de ODE, er is WKK-vermogen bijgezet. Mega terecht dat ondernemers die keuze maken. En niet wachten op een compensatieregeling of op een oplossing van de ODE. Die WKK's staan er ook. En die staan er ook wel een tijd. Dus
Maar dit is echt wel goed, ook tussen de oren, bij bijvoorbeeld een ministerie van LNV, waar we echt heel goed mee samenwerken. Iedereen begrijpt ook wel dat dit langdurige effecten heeft en dat het de komende jaren in ieder geval een beetje stil komt te staan. Maar we moeten niet stil gaan zitten met z'n allen en we moeten wel vooruit blijven kijken. Dankjewel, Alexander. Er zijn geen verdere vragen binnengekomen. Anders mogen ze altijd bellen. En mochten er wel zijn nog binnenkomen, wat ik in het begin ook heb aangegeven. Wij zullen vragen die alsnog binnenkomen ook van een antwoord voorzien en naar iedereen doen toekomen. Ik wil graag alle sprekers bedanken voor hun inbreng. Alexander, Jacob, ook Frieke en Michel, die nu niet meer in beeld zijn. Van harte bedankt voor jullie inbreng. Sorry dat ik in het begin voorafgaand jullie allemaal gewezen heb op de scherpe tijdsplanning die we hadden. Maar blijkbaar in een setting zoals vandaag, dan hoef ik daar niet zo heel zwaar op te sturen. Want dat ging eigenlijk heel vlot. Maar dat geeft ook aan dat als we in een live setting zitten, dat we dan nog veel meer interactie hebben met de aanwezigen en daardoor wat meer tijd nodig hebben. En toch hoop ik dat onze volgende bijeenkomst dat toch weer een live setting kan zijn. Zeker. Ik wil ook graag iedereen bedanken die dit webinar mogelijk hebben gemaakt. Nogmaals, als er vragen zijn of die nog binnenkomen, dan zullen we die altijd nog van een antwoord voorzien. U als kijker kunt het webinar terugkijken. U ontvangt automatisch een link om de informatie die u gekregen heeft nog eens een keer rustig terug te kunnen kijken en te toetsen op eventuele van toepassing zijnde voor uw bedrijf. En ook op de website van het Glastuinbouwpact zal die terugkijklink worden geplaatst. Zoals ik al gezegd heb in het begin, ook de presentaties zijn beschikbaar. Dus die kunt u daar ook terug op vinden of krijgt u toegestuurd. En verder rest mij niets anders dan u allen veel succes toe te wensen op uw bedrijf. Bedankt voor uw aanwezigheid en tot een volgende keer. Dank u wel.